We gaan kwartetten, dames en heren. Zevende koers, Jupiter kwartet. We gaan niet zomaar kwartetten. We gaan met een prijzenpot, denk ik, richting de 7500 euro. Lang geleden dat we zo'n interessante speelkoers hadden hier op de baan van Alkmaar. Het wordt u iets gemakkelijker gemaakt, want paard nummer 6, Cocktail Olderson, is niet van de partij. Wie is er wel? Dat is For Sale. En For Sale is de derbywinnares. En wat dat betreft moet For Sale hier natuurlijk de eerste viool kunnen spelen. Geweldig paard en kan lezen en schrijven met de rijder van vandaag. En dat is de zoon van de eigenaar Jaap van Rijn. Het weerwerk zou kunnen komen van paard nummer 8, Caesar Bitter ook. Die heeft als voordeel dat hij van start af gelijk al op de rug kan zitten van die nummer 2 voor Zeel. Dus wat dat betreft zit je op de rug van de favoriet. Outsiderskansen voor de 1, Crom Joel, of hoe noem hem dan? Nou ja, goed, laten we het zo noemen. Die met Marco Spin aantreedt, heeft een mooi nummer natuurlijk dankzij de leerlingontheffingen en kan een heel eind meegezogen worden. En we noemen ook paard nummer 4, Dutch Dynamite, die bewezen is hier op de baan van Alkmaar en eigenlijk altijd goede koers loopt. Gaat een strijd om de leiding komen? Ik vraag me af of For Sale daaraan mee gaat doen, maar ik denk dat Jaap van Rijn wel iets bedenkt om dat uiteindelijk naar zich toe te trekken. Ik zie de 2 in deze hele interessante kwartetkoers voor de 8, de 1 en de 4. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Wie gaat het voor elkaar krijgen om het kwartet te kraken? Dat is de grote vraag. Spanning alom, want er zit veel geld in de pot. En de deelnemers gaan zich op dit moment formeren achter de vleugels van de startauto. Geschrapt, paard nummer 6, Cocktail Olderson. 11 blijven erover. En de favoriet is paard nummer 2, For Sale en Jaap van Rijn. For Sale nu tegen doorgewinterde koerspaarden op Alkmaar. Het is een terechte favoriet, maar geen ABC'tje. We gaan het zien en beleven. Nog 50 meter. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg en For Sale laat inderdaad het duel om de leiding even aan zich voorbij gaan. Want het snelst op gang gekomen is paard nummer 3, Attila. Maar aan de binnenzijde heeft Marco Spinner met Crown Jewel nog een voorbeen tussen. En dus geven die leerlingen hier vol gas met ook nog eens aan de buitenzijde Denise Pennekamp die zich meldt met Dutch Dynamite. Maar de posities zijn dan zo langzamerhand toch ingenomen. En één deelnemer is fantastisch gestart uit het tweede gelid. Complimenten Nano Mulder. Paard nummer 7, Cause I Do. Jaap van Rijn, hij krijgt hem op maat. En ja, een van zijn concurrenten, Kees Kamminga, die heeft het toch niet kunnen bolwerken om met zijn Caesar Bitter ook de rug van Jaap van Rijn te houden. Dat plekje is nu bestemd voor, zo te zien, Thomas Bos met zijn Driaat Boko. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Attila sterk gehouden aan kop van het veld met Vin Verkijk. Er komt reactie in het veld, want vanuit de start probeert zo langzamerhand Jan Thijs de Jong met Cavalli Starlake wat terrein goed te maken. En die komt in het buitenste spoor nu naar voren gezeild en nestelt zich tot schuin naast de favoriet en dat is paard nummer 2, For Sale. Goed, situatie bij het ronden van de bocht. Paard op weg naar de overkant van de baan. En nog altijd Cavalli Starlake aan de opmars en die kon nu de leiding overnemen van Attila. Cavalli Starlake, Attila op de tweede plaats. Daarachter aan de binnenzijde Crown Jewel. Aan de buitenzijde wordt die geflankeerd door paard nummer 4, Dutch Dynamite. Die krijgt geen makkelijke koers. En aan de binnenzijde volgt daar nog altijd Cause I Do. Achter Cause I Do de favoriet. En dat is niemand minder dan For Sale. En achter For Sale volgt dan aan de buitenzijde ook zeer attent Driaat Boko. For Sale gaat trouwens aanvallen. Daarachter is het Sidi de Glee met Child in Time. Een paard met ongelooflijk veel loopvermogen. En achter deze Child in Time is er dan ook nog Caesar Bitter ook. Maar die heeft bergenwerk te verzetten met Kees Kamminga om dit zo dadelijk nog tot een goed einde te brengen. Daar komt de derbywinnares For Sale. En die komt naast de koploper Cavalli Starlake. En zo gaan ze samen de laatste ronde in. Child in Time vanuit de start van het veld probeert naar voren te komen. Misschien wel om de verrassing te worden in dit kwartet. Spin geen meter te veel gelopen daarachter met zijn Crown Jewel. Die probeert nu naar de rug van Jaap van Rijn te komen. En dat lukt ook. En dat is een heel bekeken ritje. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. En daar gaat For Sale nu de leiding
leiding overnemen. For Sale, nieuwe koploper op uit de tweede plaats. Nummer 9, galop nummer 9. Hebben we dan aan de buitenzijde het nummer 1 van Crown Jewel. Ook nog altijd goed geplaatst aan de binnenzijde, Cavalli Starlake. Rond de huizen Driaat Boko, daar komt vanuit de start van het veld Caesar Bitter ook. Maar For Sale, die heeft inmiddels de vlucht genomen met Jaap van Rijn. Daarachter waaiert het veld uiteen. Zet Crown Jewel nog een keer de tanden op elkaar. En die probeert dan nog van die rug van de koploper af te komen. For Sale en Crown Jewel in een geweldige strijd. Spin gaf het al aan. Hier heb ik misschien nog wel wat te halen. Maar het is niet meer dan een goede tweede plaats. Het is de tweede die het wint voor de 1, de 5 door het stek. En daardoor is de verrassing van het kwartet de derde plek van de professor. Mulder met Cause I Do voor plaats 4 is het een open aangelegenheid. Enkele paarden kwamen daarvoor in aanmerking. Waaronder de 8 Caesar Bitter ook.